Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
I want to be.
aan de hand. Het ging zich toen verstoppen. De snoek verborg zich onder het blad van de waterlelie. En de roerdop ging achter een grijs paaltje staan. De slak trok zich terug in het donkerste hoekje van zijn huis. En de kraai verdween in zijn veren. De gloeiworm verborg zich in het duister. En de beer had nog een oude honington. Waar niemand hem zou kunnen vinden. Met hier en daar nog wat honing op de bodem. En de eekhoorn ging in zijn kasp zitten. Tussen twee flessen met keukennotensiroop. Niemand wist waar iemand anders was. En iedereen wachtte op de lente. Toch kon de eekhoorn het niet laten om een heel klein briefje aan de mier te sturen. Tot zijn onuitsprekelijke genoegen kreeg hij op de allerlaatste dag van het jaar een briefje terug. Een felle sneeuwstorm blies het briefje onder zijn voordeur door. Liet het door zijn kamer dwarrelen en schoof het door een kier de kast in. Hallo eekhoorn, schreef de mier. En de eekhoorn prikte het briefje op de binnenkant van zijn kast. En keek ernaar zolang het winter was. En iedereen zich verborgen hield. Hallo mier, zei hij zo nu en dan tegen het briefje. Zo ging de tijd sneller.